Welkom op de website Food Valley Jeugdhulp en Onderwijs. Op deze website vind je het model Passende Samenwerking. Dit kun je vinden door bovenaan op Matrix te klikken. Op deze pagina kom je meteen bij de bedoeling van het model Passende Samenwerking. En wil je hier nu meer over weten? Klik dan op Meer informatie. Bij Algemeen vind je de uitgangspunten van het model, oftewel de basis voor de matrix. Ook vind je nog andere onderwerpen waardoor je een beter beeld krijgt van wat het model passende samenwerking nu precies inhoudt. Ook vind je hier de procedure poreuze randen. Dit gaat erover als we er nou het onderwijs en de jeugdhulp er nou niet uitkomen wie ervoor verantwoordelijk is, hoe je dan het goede gesprek voert. Allereerst ga in het gesprek over het inhoudelijke plan. Vervolgens bespreek je waar de verantwoordelijkheid van elke partij ligt. En als laatste gaan we in het gesprek over de bekostiging. En kom je er dan toch niet uit, dan staat hier wat je moet doen. Je gaat weer terug naar de homepage door te klikken op passende samenwerking. Als je naar onder scrolt, vind je hier alle onderwerpen die nu al zijn uitgewerkt. Als voorbeeldje gedrag. Je ziet dat gedrag bestaat uit verschillende subonderwerpen. En per subonderwerp wordt verteld waar de verantwoordelijkheid ligt. Bij de jeugdwet, de overige wetten of bij de onderwijswetten. En zoals gezegd ook nog het stukje poreuze randen. We nemen een kijkje bij onderwijsondersteuning. Per subonderwerp wordt eerst uitgelegd waar gaat het nu precies over. Daarnaast wordt uitgelegd hoe doen we het in de Food Valley. Per verschillende onderwijsvorm, zoals PO, VO, maar ook het speciaal basisonderwijs enzovoort, wordt uitgelegd hoe zij het doen en ook hoe de gemeenten het doen. Als laatst wordt behandeld hoe je handelt volgens de wet. Door op deze manier in de regio Food Valley samen te werken, krijgen alle jeugdigen zo snel mogelijk de passende ondersteuning die zij nodig hebben.